Ik heb net mijn allereerste TikTok-video weer opgenomen. We zijn het lekker aangekomen en we zijn echt al enorm verwend. We hebben een soort alcoholvrij prosecco-achtig, een soort zakje volgens mij gekregen. En een heel bijzonder apparatiefje, die zou ik zo meteen nog even filmen. En die gaan we nu proeven. Ja. Okay, het ziet er zo uit. Dit is van je. Het is lekker eigenlijk. Wat heerlijk. Jammer dat het maar één hap is. Nou lieverd, we zijn hier natuurlijk bij elkaar. Even speechen. Omdat jij een halfjaartje weggaat. En dat jij heel hard en heel goed hebt gestreden en doorgezet dit jaar. En dat ik heel trots op jou ben. En ook omdat ik op jouw 21ste verjaardag nog zo met mama in mijn hoofd zat. En met die pizza in mijn hoofd. Dat ik jou nog helemaal... Ik heb 21ste verjaardag daarover gegeven en ik dacht, wat is een beter moment dan om nu alles in één te doen. Dus ik heb hier eerst een kaartje voor je. Alsjeblieft. Deze hoort daar dan natuurlijk bij. Zal ik de camera even wegdoen? No. Nou, ze heeft hem om. Ik probeer heel eventjes zo een beetje in te zoomen. Staat je prachtig, lieverd. En je make-up zit nog steeds heel goed. Okay. Nou, ze is heel even naar de wc, maar ze vond het een heel mooi cadeau. En ze is helemaal emotioneel ervan geworden. En nou, de reactie kon echt niet beter. Dus ik hoop dat ik de reactie in de video mag gebruiken. Yes. Het is helemaal geslaagd. Ik ben zo blij dat ik nog iets heb gevonden. En dat ze het zilver goed vond. Dat ze geen goud. Ze draagt en goud en zilver, dus blijkbaar. Dom dat ik dat soort dingen gewoon vergeet. Maar nu kan ik heerlijk genieten van de avond. Ik ben blij dat ik het even aan het begin van de avond heb gegeven. Niet op gewacht tot het einde. Want ze ziet dat tasje toch al. Dus hoezo zou ik dan wachten tot het einde? En nu kunnen we lekker genieten. We hebben allebei een 3-gangen verrassingsmenu besteld. En het heet hier een blind date met de chef. Dus ik ben heel benieuwd wat we gaan krijgen. Ik heb natuurlijk wel gezegd dat ik geen varkensvlees eet. En ik lust dus eigenlijk ook geen kaas als het niet gesmolten is. Dus dat hebben we ook aangegeven. Dus ik ben heel benieuwd wat we gaan krijgen. Kijk even hoe lekker dit eruit ziet. En hoe mooi ook. Heerlijk. Dit is een soort biefstuk. Diamanthaas. Ik heb een hele gezellige avond gehad. En dan gaat ze woensdag weg en ik wil eigenlijk nog eventjes gedag tegen haar zeggen voordat ze weggaat. Want ja, nu is het wel afscheid, maar ja, het gaat woensdag pas weg dus. En ik ben echt heel erg moe, maar ik ben nog een beetje, hoe zeg ik dat, gespannen of zo. Ik kan het niet goed uitleggen, het is echt al 1 uur. Maar ik ga nog heel even een filmpje kijken. Ik ben trouwens weer bij mijn moeder. Volgens mensen denken, ik weet niet of mensen doorhebben dat ik in de badkamer van mijn moeder sta en niet in die van mijn vader. Want er is wel nog het een en ander gebeurd vanavond. Wat allemaal in privéomstandigheden. En dat kan ik helaas allemaal niet vertellen. Waardoor ik toch weer terug naar huis moest. Dus we hebben een hele leuke avond gehad. En het was ook wel best wel laat geworden. Maar uiteindelijk moest ik hals over kop toch terug naar mijn moeder. Wat helemaal prima is verder. En daar kan ik verder niks over zeggen. En ik ben een oversharer. En dat is heel lastig als ik dat niet kan zeggen. Dus ik ga nu lekker mijn gezicht wassen. En dan ga ik lekker nog even een filmpje kijken in bed. Om even helemaal af te draaien en te ontspannen. En dan ga ik morgen weer verder vloggen. Good morning. Het is vandaag zondag. Ik zit met mijn moeder aan het ontbijt. Ik ben nog even heel moe. Dus ik weet de planning voor vandaag nog even niet. Dus ik ga zo eventjes... Nu even ontbijten en dan me klaarmaken voor de dag. Ik heb dus de nieuwe crème van La Roche-Posay. Die ik dus eigenlijk al een keertje heb geprobeerd. Waar ik best wel enthousiast over was. En die ga ik nu eventjes onder mijn make-up als een soort primer aanbrengen. Zo. Voor de geïnteresseerden, het is de Effaclar Duo Plus M crème. En hij is dus heel fijn als primer. Ik ga een nieuwe foundation opdoen. En dat mag ik niet filmen, want ik heb binnenkort een samenwerking met dit foundationmerk en ik wil het nog heel eventjes geheim houden. Dus ik ga me nu even klaarmaken en dan zie ik jullie daarna weer. Ik heb mijn wenkbrauw aan het epileren. Ik doe het eigenlijk nooit. Maar, auw. Moet ik jouw wenkbrauwen doen? Ja. Maar, nou, ik moet blijkbaar mama's wenkbrauwen ook doen.
Maar er waren gewoon een paar haartjes die niet goed zaten. En die haal ik dan gewoon zelf weg. Ja, dus dat ga ik nu maar even opmaken. Ik ben een bruine mascara aan het opdoen. Omdat ik iets natuurlijkere look wil hebben. Ik weet niet, ik ben er wel over te spreken. Het lijkt gewoon alsof dit mijn... Zeg maar, als je niet weet dat ik nu mascara op heb, dan hadden het gewoon mijn natuurlijke wimpers kunnen zijn. Ik weet niet, ik vind dat wel iets hebben. Minder hard of zo dan zwarte mascara. Ik hou van zwarte mascara, maar dit is eigenlijk... Het heeft wel wat. Nou, ik ben inmiddels met mama in de stad... Oh, er zit een waas over mijn camera. Nou, ik ben dus inmiddels met mama in de stad. Kijk, dit is mama. En ja, ik vond het gisteren zo lekker bij die Turkse restaurant. Dat we daar gewoon nu weer gaan lunchen. Ik heb zo'n honger. Maar wat heb je gegeten dan? Twee broodjes. Oh, ja, normaal gesproken hou ik het daar wel op vol. Maar vandaag he? Ging dat niet. Kijk, moet kijken hoe lekker dat allemaal eruit ziet. Nou, dus we gaan hier weer heen. Bijzonder. Oh, de Turkse pizza. Dankjewel. Heerlijk, dank je. Nou, we zijn weer aan de schans vandaag. Oh, kijk hoe lekker, man. Wat? Zo kan je het goed zien. Ik was inmiddels alweer terug van de stad en ik zit nu in de auto met mijn zus onderweg naar mijn opa en oma. Het is toch zondag, dus een soort familiedag. En, is dat zo? Toch? Vind je niet? Nee, niet. Nou, op zondag is toch altijd iedereen vrij en dan is het toch dat je gewoon een beetje naar je familie toe gaat. Ja, dat is familie. Nou, in ieder geval, zondag vind ik een soort familiedag. Dus daar gaan we eventjes heen en dan ga ik vanavond denk ik naar mijn vader, ga ik daar eten. En ja, het is een beetje uiteindelijk een rustig dagje vandaag, maar er zijn een aantal dingen gebeurd, zoals ik gisteravond al zei, waar ik niet over mag praten of niet over kan praten. Wat best wel lastig is, want het is best wel verdrietig en moeilijk. En het is gewoon allemaal even heel erg veel. Maar ik doe mijn best en we blijven gewoon lachen. En dan komt hopelijk altijd alles goed. Dus ja, daar gaan we nu heen. Jingle bell time. It's this way. Oh, hij komt toch zwaaien. Dag opa. Doeg. Selma heeft zijn TikTok-account terug! Oh, halleluja! Oh mijn god! Ik moet even het lampje pakken, want niemand kan... Oh mijn god, ook nog op de zon nog! Ik ga uit het raam schreeuwen! Nee, nee! Dat kan je niet! Waar zijn jullie? We zijn er net bij! Oh my god! Nee, ik ben er nog niet in gegaan, maar ik kreeg net een mailtje. We're happy to inform you that you... Dat mijn appeal of... Ah! Amina! Waar kijk je dan? Ik heb haar account terug! Yes! Waar kijk je dan? En ze zei het net. I'm back, bitches! Ik ga niet mijn middelvinger opsteken, dan moet ik wegklikken. Oh my god! Oh my god, oh my god, oh my god! Ah! Yes, you can do this! Je kan me niet gelukkiger krijgen dan ik. Nee, natuurlijk niet. Het is echt... Oh my god. Ik weet niet of ik moet lachen of moet huilen of moet... Oh, ik ben zo... Ik ga zo lekker slapen vannacht. Ik denk niet. Je hebt allemaal ideeën straks. Ik ben echt... Oh, ik ben zo... Oké, ik zit weer in de auto. Ik ben nog steeds niet gekalmeerd. Ik denk dat ik het komende jaar niet ga kalmeren. Ik kan gewoon... ja, het voelt echt alsof ik de loterij heb gewonnen of iets. Terwijl het is eigenlijk gewoon mijn account natuurlijk. Maar ik ga nu naar de supermarkt. Ik ga taart halen. Er moet taart gegeten worden. Dit moet groots gevierd worden. En het gaat ook groots gevierd worden. Ik heb een hele leuke idee in mijn hoofd. Met iets waarvoor ik iedereen ga bedanken. Voor jullie ongelooflijke steun. En als ik daar nu over ga praten, ga ik huilen. Dus dat ga ik even een andere keertje doen. Dus ik ga nu snel taart halen. En dan hebben we het hier een ander... Of, nou ja, verder in de vlog waarschijnlijk nog wel meer over.
Ik loop nu naar de supermarkt en ik ben echt zo'n blij ei. Ik kan heel de wereld wel complimentjes gaan geven. Of zeggen, hey, een fijne dag hè. It's my day. Mijn dag is er helemaal top. Hallo. Ik vind dit helemaal het einde. We gaan even lekker samen een taart uitkiezen. Oh, en die taart hebben we verdiend. Die taart hebben wij ontzettend verdiend. Even kijken. Gaan we naar de Albert Heijn of naar Jumbo? Ik denk eigenlijk dat ze bij de... Ik ga gewoon eerst bij de Jumbo kijken, dan bij de Albert Heijn. Wat maakt het uit? Ik ga gewoon lekker alle tijd nemen. Het is echt jammer dat de bakkers dicht zijn. Want ik had het liefst natuurlijk gewoon echt mega taart gehaald bij de bakker. Dit is het moment om volledig uit te pakken. En nu zijn alle winkels dicht. Maar ik laat mij niet stoppen. Wij, jij en ik. Wij laten ons niet stoppen. Nee. Ja, ik ben heel erg blij. Dat kan je wel zien. Ja. Ik loop meteen naar de taartenafdeling toe. Ik denk chocola. Ik zie slagroom. Zoiets heerlijks zie ik voor mij. Even kijken, er staat nog heel veel taart. Wat ze hebben voor lekkers. Oh, ze hebben echt alles. Even kijken. Ik draai even de camera om, dan kunnen jullie even meekijken. Oké, chocoladetaart. Die vind ik heel lekker. Deze taart. Oh, hier trouwens zit geen gelatine in. Of gewoon appeltaart, maar vind ik een klein beetje saai. Ik vind wel dat we een grote taart... ik weet niet. Ik vind dat niet zo'n lekkere, denk ik. Ik denk dat ik voor deze lekkere chocoladetaart weer ga. Ja, die nemen we mee. Ik heb deze chocoladetaart. Weet je, ik ben de moeilijkste niet. Ik ga gewoon de eerste, de beste taart die me aanspreekt, nemen we mee. Echt, heel de wereld mag een stukje. Echt, als iedereen hier nu was... Je mag een stukje. Eet mee, geniet mee, vier mee met mij. Zo, even scannen. Oh, nee, ik heb er maar één. Oh, hoe doe ik dit? Verwijder product. Ja, die. Ja, verwijder. Oké, nou, ik ga even betalen. Zo, ik heb net gebeden en ik kan niet uitleggen hoe dankbaar ik ben en hoe... Allah mij heeft geholpen en heeft gesteund. En hoe hij bevestigt dat als ik op hem vertrouw. En als ik in mijn hart oprecht weet dat het goed komt. En dat Allah's plan of Gods plan of hoe je hem wil noemen altijd beter is dan die van mij. Dan is iedere uitkomst goed. En op dit moment ben ik gewoon heel blij dat deze uitkomst nu al goed is. En dat ik niet... Nog een harde les of weet ik veel. Ja, tuurlijk haal ik hier ontzettend veel lessen uit. En is het dom dat ik bepaalde dingen misschien op mijn TikTok niet heb geregeld. Of dat niet had gedaan. Maar ik ben zo dankbaar dat ik op deze manier mag leren. En dat... Ja, ik ben gewoon zo ontzettend dankbaar. En ik vond het wel heel belangrijk om voordat ik heel de... Zeg maar voordat ik mijn TikTok ging maken of voordat ik het ergens op ging zetten. Dat ik eerst degene bedank die mij deze hele tijd gesteund heeft. En mij nog nooit van mijn leven in de steek heeft gelaten. En dat is, voor mij is dat Allah. En dat is echt, daar haal ik zoveel liefde en vertrouwen uit. Ik heb echt blindelings vertrouwd. En ik heb al mijn vertrouwen in zijn handen gelegd. En... Het is gelukkig uitgekomen zoals ik wenste dat het uit zou komen. En als het niet zo was geweest, was het ook goed geweest. Want zijn plan is altijd beter dan die van mij. En daar, zolang ik dat geloof, ben ik blij. En ik ben gewoon... Ik ben hem dankbaar. En ik ben de mensen die ik om me heen heb dankbaar. Die me gesteund hebben en gesupport hebben en me aangemoedigd hebben om te vechten en om gewoon door te gaan op YouTube. En alle lieve, ontzettende, bijzondere berichten die ik gekregen heb. En alle mensen die mee zijn gegaan naar YouTube of die het jammer vonden dat ik stopte of dat TikTok zeg maar weg was. Of die enigszins met me mee hebben gevoeld of ik weet gewoon niet hoe ik jullie ooit moet gaan bedanken, want
dat heeft me zo overeind gehouden. En daar heb ik me zo aan vastgeklampt. En dat is zo'n positiviteit en zo'n positief gevoel. En ik kan niet uitleggen hoe dankbaar ik ben dat ik dat heb. En dat dat in mijn leven is. En dat vind ik echt heel speciaal en heel bijzonder. En ik kan nu nog wel uren hierover doorpraten. Hoe dankbaar en blij en ontzettend gelukkig ik op dit moment ben. En ik ben zo dankbaar dat ik dit mag delen. En dat ik... Oh, ik heb zo gedroomd van dit moment. Ik heb mijn ogen dicht gedaan en gevisualiseerd hoe het zou zijn als ik mijn eerste TikTok-video weer kon uploaden en mijn account weer terug had. En dat ik eindelijk op YouTube kon zeggen, ik heb een TikTok-account terug. Yes, yes, yes. Nou, dit is hem dan. Hier is het dan. Vanuit mijn grijze joggingpak en mijn haar dat totaal niet zit. Maar het boeit me gewoon niet meer. Ik ga zo meteen taart eten. Wij gaan zo meteen taart eten. Want het is feest. En ik wil graag dat iedereen voor zichzelf vandaag iets goeds doet. Of iets liefs doet. Want het mag even. Het mag echt even. En voor alle duidelijkheid betekent het niet dat nu ik mijn TikTok terug heb, ik YouTube opeens helemaal niet meer ga doen. Absoluut niet. Ik bedoel, ik hou van YouTube. YouTube was er voor mij toen TikTok er niet was voor mij. Dus hoe ga ik YouTube nu opeens... Dat gaat niet gebeuren. Nog steeds. Iedere dag een YouTube video. En dus nu ook weer iedere dag een TikTok video. We gaan het druk krijgen. Maar ik heb zoveel energie en ik heb er zoveel zin in. En ik kan gewoon niet wachten om weer te beginnen. En het eindelijk een keer ergens anders over kunnen te hebben dan dat mijn TikTok account is geblokkeerd. Oh. Dus ik ga nu een TikTok-video opnemen en dan ga ik eerst deze YouTube-video online zetten en dan die TikTok-video. Ik heb net mijn allereerste TikTok-video weer opgenomen. Ik kan je niet uitleggen hoe blij ik mij voel. En nu moeten we aan de taart. Kijk even hoe heerlijk deze taart eruit ziet. Oh. Mama, mag ik jou een stuk taart aanbieden? Wat denk jij? Oh, heerlijk. Kom maar door. Oh, lekker. Hoe laat is het? Half acht geweest? Tien voor acht. Oké. Okay. Ik ga bij deze de video afsluiten. Morgen hebben we iets heel leuks op de planning. Dus ik hoop dat ik iedereen morgen weer zie. En oh my god, ja, er zijn zoveel dingen gebeurd vandaag. Ik denk dat ik hier nog wel een tijdje over door wil praten. Dus ik zie jullie heel graag morgen weer. Dankjewel als je deze video tot het einde hebt gekeken. En ik ben gewoon heel erg blij. Ik weet gewoon niet meer wat ik moet zeggen. Oh ja, vergeet niet te abonneren en te liken. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer.